modeshow zonder muziek. Je zal Sinterklaas zonder schimmel. House DJ Eddie de Klerk zorgt al jaren voor de muzikale omlijsting van shows van onder andere Victor en Rolf. En als een modehoogstandje zijn nu te beluisteren op een cd. Als grondlegger van de Hollandse house scene voedt DJ Eddie de Klerk de dansgeneratie op met stuwende beats. Na jaren achter de draaitafels zoekt hij regelmatig zijn heil op de catwalk. Dikkenberg, Dries van Noten, Ander Meulemeester, Walter van Berendonk. Ik heb ook gewerkt in Italië voor Miu Miu, voor Pucci. Mode en muziek zijn voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik ben altijd erg modieus en modegevoelig geweest. De internationale modegarde laat Eddie's gemixte sounds graag horen tijdens hun 15 Minutes of Fame. Ook Victor en Rolf spannen de house opa voor hun karretje. Ik heb Victor Rolf leren kennen tijdens een etentje met Ines van Lamsweer. En ik zat toen tegenover hun en ik had geen idee wat zij precies deden. En pas toen ze vroegen van, ja, wat voor muziek zou je laten horen tijdens onze show, kwam ik achter dat zij modeontwerpers waren. Voor de designers is niets gek genoeg. Je moet van creatieve huizen komen om het goede plaatje te draaien bij een uitgemolken thema als Pierrot. Ik ben gaan zoeken naar iets heel zoetigs. Een soort zoetigheid en romantiek met een bepaalde weemoed. Ook een beetje drama. En toen kwam ik terecht bij dit nummer. The Carpenters. Je verzamelde catwalk-deuntjes op een schijf terughoren is een kroon op je werk. Eddie zet zijn My First Sony voorlopig niet bij het grof vuil. Zolang ik met Victor Rolf deze klik heb en ook dit soort muziek kan maken voor hun, laten we zeggen, wel heel bijzondere shows, vind ik dat genoeg. Zo. Eddie is werd de house opa genoemd. Nou, sorry. Echt onze allergrootste DJ ooit, volgens mij. Grondlegger van de house scene in Nederland. Hij begon in de jaren 80 inderdaad bij de shows van de Zes van Antwerpen muziek te maken. En later Miu Miu, wat dan van Prada is, en Pucci. En inderdaad bij Victor en Rolf. Voor de eerste cultureshow had hij dus, want het is gewoon heel belangrijk wat voor muziek je hebt. Je kan ineens met Demis Roussos aankomen. Maar ik vind het zo'n goede markt. Ik had daar helemaal niet over nagedacht. Maar dat is natuurlijk een hele markt op zich. Ja, muziek absoluut. Voor de mode-industrie. Ja, ja. Nou, en dan had hij bijvoorbeeld bij de eerste cultureshow had hij bedacht van, nou, wat wil hij nou dat mensen naar huis gaan? Dat ze in ieder geval, want die zien zoveel shows, de naam van Victor Rolf goed kennen. Dus je had een soort mantra gemaakt van constant maar die naam. Maar hij adviseert ze ook wel eens om bijvoorbeeld helemaal geen muziek te doen. Ze hadden bijvoorbeeld een keer een collectie en dan zag je allemaal modellen die kwamen uit de mist op en die hadden gewoon koeienbellen aan. Dus dan was dat een beetje de muziek. Hij doet de muziek ook altijd live bij de shows componeren. En hij heeft nu dus een cd uitgebracht. Die ligt vanaf vandaag in de winkel. En heeft hij die muziek wel een beetje anders gecomponeerd. Er zit ook Sue Moreno, dat is een Amerikaanse zangeres. Dat is de Amerikaanse Elvis Presley. Die is helemaal geweldig, fantastische beeldschone vrouw. En die zingt ook het nummer Flower Bomb. Dus hij heeft het een beetje anders gearrangeerd, dat het ook leuk is om op te dansen. Dat het niet alleen maar leuk is als je aan de catwalk zit.